Verbetering en groei in de komende 5 maanden. Een belofte gedaan door president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de regeringspersconferentie. Het staatshoofd is zich ervan bewust dat niet iedereen tevreden is over het tot nu toe gevoerde beleid van zijn regering. Hij merkt op dat er ook hoge verwachtingen zijn bij de samenleving gezien het beleid van de vorige regering. Natuurlijk, als mensen 10 jaar lang onder een bepaald regime gezeten hebben en gezien hebben wat er met hun leven is gebeurd, gezien wat er met hun bedrijf is gebeurd, gezien wat er met hun salaris is gebeurd, gezien wat er met hun toekomst is gebeurd, dan is die verwachting enorm hoog dat direct na het aantreden van de regering er onmiddellijk oplossing, verbetering gaat komen. Dat beseffen we. Dat beseffen we. Maar daarom heb ik altijd uitgelegd, als je zo'n groet gaat aantrekken, en ik ben 100% zeker en ieder die hier aanwezig is, die kan het beamen. Ja, we hadden inderdaad een ernstige situatie verwacht wat we zouden aantreffen. Maar dat het zo erg zou zijn, dat het zo ernstig zou zijn, dat we gezien hebben dat er bewust handelingen verricht zijn, nog erbij in die transitiefase en de fase voor die verkiezing, van zoveel maatregelen die jou als regering, als nieuwe regering, als inkomende regering, bijna het regeren onmogelijk zouden maken. Waarbij, ja, inderdaad, er geluiden waren in de samenleving die gezegd hadden, de man is nog horen valt toemoen, driemoen. Die geluiden waren er. Omdat men wist wat men daar achtergelaten had voor ons. Zo'n groot gat. En ik zeg ja, koutapa olo. VP, regering, koutapa olo, want boemfasie. En als we dat ding dichtgemaakt hebben, dan bouwen we erop. Dat was de president gisteren tijdens de persconferentie in de congreshaal. Het staatshoofd heeft beloofd dat de samenleving in de resterende 5 maanden van de urgentiefase verbetering en groei zal merken. Hij richtte zich vooral tot personen die menen nog geen verandering te merken.